Dat was even het triestig moment natuurlijk, ook het overlijden van Wim Kok. Ja, ja. Nou ja, dat is wel een serieuze zaak. Want Wim Kok had ik erg veel waardering voor. Kijk, de zoon van een timmerman uit Bergambacht, die is helemaal self-made man. Hè? Van de MULO naar de HBS, naar Breukelen, hoe heet die universiteit daar? Nijrode. Ja. En toen was het natuurlijk de ultieme vakbondsbaas. En toen heeft hij het van den Uyl overgenomen. En in moeilijke tijden heeft die man zich ontwikkeld tot een geweldig staatsman. En niets dan lof over die man. Want heel Nederland, ook als je niet voor de Partij van de Arbeid was, had respect voor Wim Kok. Eén ding, en dat blijft onderbelicht nu, want als iemand overleden is, dan worden alleen maar veren op zijn hoed gezet. Maar ik heb nooit begrepen dat deze in hart en nieren vakbondsman in de herfst van zijn leven allerlei commissariaten bij grote bedrijven nam en geweldig zijn zakken liep te vullen. Maar ook bij banken waar de toezicht ook helemaal misging. Dat paste helemaal niet bij Wim Kok. Nee, apart was dat inderdaad. Maar verder, had hij beter bij onze tafel kunnen zitten. Maar had hij verstand van voetbal dan? Nee, maar is dat noodzakelijk? Nee, dat is waar. Dat is ook absoluut niet nodig. We werden toch een beetje overvallen. Ik had ook de indruk dat onze collega Frits Wester er enigszins overvallen was. Ja, Frits zat op terras. Frits die heeft een eigen café. Ja, klopt. Waar? In Voorburg. En ik had het idee... Alleen voor hem? Of mogen er ook anderen komen? Mogen er nog meer komen? Ik had het idee dat hij flink meegedronken had. Ja. Hij was op de tv, hij was gewoon tipsy. Ja, hij was enigszins. Hij kreeg zijn ogen ook niet open. Nee. Zat er dicht? Nee. Ja. Zit er ook een hotel bij dan? Ja. Nee, het heette ooit het Haantje, maar omdat het werd verkocht en toen was hij bang dat het niet gekocht werd door de leuke mensen. Toen heeft hij het zelf gekocht met een vriend. Toen heeft hij het Torentje genoemd. Dus waarschijnlijk zat Frits in het Torentje afgelopen zaterdag toen het bericht binnenkwam. Ja. En toen moest hij nog hals over kop naar de studio. Ja, want ik dacht nog eerst, ik denk van, nee, die kan niet in het café zitten. Die heeft zo'n jonge vriendin, die zit in de jeugdsoos. Ja. 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 Want ze hebben Frits drie keer gebeld, hè? Ja? Ja, schijnt, dat heb ik gehoord. Ze hebben hem drie keer gebeld. Want hij dacht twee keer dat de kok was overleden. Van dat restaurant. Van het restaurant. Ja. De kok. En elke keer. En toen, nee, Wim Kok, Frits. En toen kwam hij er eindelijk achter. Dat het, We hebben de beelden nog opgevraagd, maar Jan wilde ze niet geven. Geven ze die niet? Nee, die willen ze niet geven. Hij kwam niet uit Maxima. Nee, maar was hij aangeschoten of was hij echt dronken? Lam. Hij was dronken. Hij was lam. Hij weet. Willem Alexander. De koning. Maar wat zei hij dan? Willem Alexander. Ook goed. Nee, je moet het voor de gein nog even terugkijken. Het was uitermate... Maar naarmate het gesprek voordeelde, heeft hij zich niet herpakt. Hij pakte zich op een gegeven moment. Zich wel. De opening dacht je echt, dit kan maar goed. Maar toen aan het eind, toen zakte hij weer af. Ja. Het was geen gezicht, maar... Kijk, dit soort mensen moeten op zo'n moment, je hebt allemaal wel eens een zwak moment, tegen zichzelf in bescherming genomen worden. Ja. Als hij zo aankomt, brandt. Uit het torentje, ja. En dan zeg je, ja, je kunt nou niet op tv, hoor. Dat kan niet, want het is ook nog een serieus onderwerp. Hij kondigt de carnavalsoptocht niet aan, hè? Nee. En daarna gewoon terug het café in waarschijnlijk. Ja. Maar we wippen binnenkort eens langs in het torentje. Ja, lijkt me leuk. Ik denk dat we nu hartstikke welkom zijn naar dit gesprek. Vond je dit filmpje leuk? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal Veronica Inside.